Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en wat is het mooi weer vandaag. Het zonnetje schijnt. Ik denk dat ik gewoon maar even mijn zonnebril mee moet nemen in de auto. Ik ga heel eventjes iemand gedag zeggen. Die is lekker aan het werk. Super trots op je schatje. Goed aan het werk. Ja. Werk ze. Klaar. Doei schatje. Love you. Harder. Ik hoor je niet. Love you too. Goed zo. Zo, we gaan er vandoor. Kijk eens eventjes dames en heren. Wat een lekker weertje zeg. De lucht is net zo blauw als mijn shirt. Ja, dit is wel lekker. Dit had ik niet verwacht eerlijk gezegd. Dat had ik echt niet verwacht. Ik heb mijn telefoon weer gekoppeld. We gaan er even lekker muziekje op zetten. En dan gaan we even richting Alphen aan de Rijn. Let's go. Oh, wow, 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 wow. We zetten die auto aan de kant neer. Wow, 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 wow. Even aan de kant hier, oh. Ja, toppie. Lekker geanticipeerd, meneer, bij de bushalte. Vol gas met die ambulance. Ik weet niet of jullie het merken, maar ik heb zin in vandaag. Check dit, het is gewoon een Vespa, maar dat is dan zo'n motorscooter. Het ziet er zo gek uit. Hij heeft ook gewoon een Italiaans kenteken. What? Wow, dat is echt sick om te zien. Gewoon een scooter op de snelweg. Maar dan dus een motorscooter zoals ik al zei, dus het mag. Maar alsnog gek om te zien ofzo. Weet je wat ook gek is om te zien? Hoppakee, we zijn er! Heerlijk ritje hoor. Oh, ik kom hier binnen en... bepaalde eBay pakketjes lucht dit gewoon. Damn. Oh, ik krijg er meteen weer zin in. eBay pakketjes, ja. Yeah. Er zijn de afgelopen 2 weken geen eBay pakketjes video op de woensdag gekomen. Rutger die is echt heel erg ziek geweest tijdens kerst. Dus dat is echt balen. Maar vandaag zijn we er weer. En gaan we er weer werk van maken. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Laten we even boven kijken hoe het met ze gaat allemaal. Of ze allemaal een beetje gelukkig nieuwjaar hebben gehad. Hallo? 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 Zo, dat is raar om jou weer te zien. Hoezo? Gewoon lang geleden, man. Je bent enthousiast, of niet? Ja, man. Je hebt elkaar jaren niet hebben gezien. Ja, maar zo voelt het wel een beetje. Hij is gewoon hyped, die man. Was goed? Ja, want jou? Hey, beste wensen allemaal, beste hè? Wensen, man. Hey, mag nog gezegd worden? Ja, beste wensen, man. Zijn er slechte wensen? Ja, slechte wensen. Serieus? Jullie zeggen altijd hetzelfde, man. Ja. Beste wensen. Slechte nou, oké. Okay. Val dood, Stef. Nee, wat wil je dan van me horen? Ja, niks. Ik hoef helemaal niks voor jou te horen. Oké, oké. Nee, ik had even opgezocht op internet. Tot wanneer mag je zeggen beste wensen? En op Google staat 15 januari. 15, ja. Maar vind ik te lang. Vind ik ook veel te lang. Ik ben er nu wel klaar mee. Ik vind dit wel een van de laatste keren dat we even beste wensen moeten zeggen. Ja, ik vind 7 januari eerlijk gezegd. Gewoon de eerste week van januari. Ja, ja. Ik heb het echt bijna niet gehoord. Doe. Niemand heeft jouw beste wensen geweten. Maar daarom kwetst het jou ook, omdat niemand zegt het tegen jou. Ja, beste wensen. Ja. Maar wij hebben elkaar wel beste wensen. Ja, dat wel. Maar verder, mensen die hier komen, zien ze gelijk zeggen beste wensen. Ja, dat is waar. Ja, bij de ene zit dat meer ingeprint dan bij de ander. Maar ik vind 7 januari vind ik gewoon de eerste week is gewoon de max en dan gewoon plak. Dus dit is de laatste keer dat je het hoort. Op. Laten we dat vanaf nu ook gewoon voor heel Nederland gewoon invoeren. De eerste week van januari, dan is het klaar. Woe! Dikke waggie! Ik zie een dikke waggie! Damn! Tuurlijk! Ballerdom! Let's go! Oh. Hij is weer leveltje lekker, up, hè? Hij werkt lekker, man. Hallo, ja, hallo. Hallo. Oh, neem even mee naar je, okay, je waggie. Ik neem hem even mee, man. Ja, man. Dat is een nieuwe trots. Ik neem hem even mee. Kijk dan. Ja, man. Ik heb het een beetje onder download gehouden, maar vooruit. Hij mag in de vlog. Holy shit. Ja, man. Ja, is echt ziek, bro. Echt gruwelijk. Ik vind het ook echt sick dat die Audi logo in het zwart is. Ja, gewoon black on black. Ja. Dat is eigenlijk altijd goeie. Ja, man. Ja, keihard. Echt, echt heel vet. Thanks, man. Ja, ik zo grappig, want Joelle die zei al tegen mij van ja, ik heb nu even in de auto van Don gezeten. Als ik dan weer in mijn eigen auto stap, dan... Ja, dit is echt sick, bro. Mag je echt trots op zijn. Ja, ik ben ook trots, maar hard voor gewerkt, man. En weet je wat hard is? Ik heb ooit een keer gezegd, voor de kijkers die het niet weten, als jij 10k subs had op Twitch, dan ga ik een soort van waggy bus achter iets kopen. Ik heb gisteren iets gezien.
Bro, dit wordt echt gangster. Maar dan gaan we wel een dagje samen chillen in die auto. Ja, is goed. Ja? Ik ben benieuwd. Dat wordt echt geniaal. Serieus, ik reed gisteren langs een autozaak. Toen zag ik eentje met een bepaalde kleur. Toen dacht ik, wow, als ik die koop en ik ga me een beetje pimpen. En we doen iets van 9,90 op of zo. Een soort beetje Glockstijl. Ik denk, wow, dat wordt wel een vette pimwagen, joh. Ja, het wordt natuurlijk geen MTV Cribs. Dat als je die bussen open doet, dat je dan zo'n PlayStation hebt geïnstalleerd. En zo'n tv-scherm. Nee, maar het moet ook een beetje scuffed. Dat past er ook wel. Ja, dat is het. Ja, sowieso. Ik bedoel, Don heeft nu een dikke auto, maar zijn setup thuis nog steeds super secure. Zo blijft het. Is wel zo. Maar serieus, mag je trots op zijn, man. Ja, dit is echt lijp. Ik denk dat Rutger hem ook echt wel even wil zien straks. Ja, die houdt ook echt van auto's. Ja. Gruwelijk. Ja, echt hard. Echt vet. Laat die binnenkant zien. Wat is het? Benzine? Diesel? Of is het zo'n... Hybride benzine, zeg maar. Maar je kan hem niet... Je kan geen stekker erin doen, maar hij heeft een elektromotor. Oh ja, hij start elektrisch, rijdt elektrisch weg en daarna gaat hij hem over. Ja, dat is wel chill, man. Ik heb stoelverwarming en zo, al die dingen. Super clean. Doet me wel een beetje denken aan de dinges van Milan zo, met dat scherm. Ja, man. Ja, het is gewoon Audi clean. En Volkswagen groep een beetje hetzelfde, toch? Ja, Audi, Volkswagen, Pon. Ik bedoel, als je bij mijn auto gaat kijken, dan zie je ook herkenbare dingen van dit. Ja. Dus dat, net zoals die RSQ8 en mijn auto is, zie je ook zoveel dezelfde dingen. Ja, het is gewoon heel comfortabel, man. Dat was het wel. Ik heb natuurlijk eerst naar één, dat zat allemaal wat laag. Gewoon even wat hoger zitten. En zo voor in de avond. Van die stress. Dat is wel een vibe, hoor. Ja, we zitten soms samen in de avond erin. Ik heb ook de spaceship genoemd. Audi app. En als je het hoort, dan staat er de spaceship. Hard. Dus dat is leuk, man. Heel nice. Ja, thanks, man. Cool, man. Ja, toch? Let's go. Ga je ook mee doen? Ja? Oké, nice. Maar daarom ben je ons opgedoft en alles. Oké, cool. We gaan dus de eBay pakketjes openmaken. We moeten nog wel even de pallet naar boven halen en zo. Maar ja, dat kan Rutger natuurlijk allemaal met zijn apparaat die hier heeft staan. Maar het wordt wel echt superleuk. Ik heb echt zin in. Het is een tijdje geleden. Dus dit wordt nice. Nou, ik ben benieuwd. Nou, wie zijn het? Wie zijn het? Wow! Maatje! Spierwindel! Hoe is het? Je beste mensen, jongen. Ja. Hey, kan echt niet meer, zegt hij. Beste wensen. Ja, dan nog. Hey, tot wanneer kan beste wensen, Don? Ja, wow, 2 januari moet je gewoon kappen, bro. Wow, 2 januari al? Ja, dan is het gewoon... Na 1 januari. Je moet gewoon... Wow. Mensen in mei nog. Joh, beste wensen. Ja, we hebben net besloten dat tot 7 januari kan. Ik ben altijd wel blij om Rutger te zien. Want Rutger, ik kan nog heel goed... Toen ik Rutger ontmoette, zei hij... Ja, mensen vinden mij altijd lief. Want ik heb een lief uiterlijk omdat mijn ogen zo dicht bij elkaar staan. Dat is wel waar. Man lijkt gewoon op een cyclop. Hier, laat ik even een plaatje zien van een cyclop voor de mensen die het niet weten. Oké. eBay pakketjes, ja toch? Ja, ik heb nog nooit gedaan, maar ik kijk wel altijd. Ik ben vastkijker, meneer. Thanks. Ben jij dat? Ja, dat ben ik. Wij dachten al, wie is die ene vaste kijker? Die ene vaste kijker. Wij zien in de statistieken dat de ene iemand altijd de video afkijkt. Als eerste, van begin tot eind. Ja, dat ben ik. En dan first reaction, maar wel anonymous 2. Dat is dom. Oké, cool. Zullen wij naar beneden gaan? Of nee, wil jij met Sam naar beneden dat ding omhoog? Dat is goed. Dan doe ik hier alles open. Ja. Leg jij het aan Don een beetje uit? Ja, ik leg mijn hele plan uit. Yo, we hebben plan de campagne geschreven, alles. Dit wordt nice. Oké, dan gaan we. Greenscreen omhoog. Plaat weg. Yo, ik heb er echt zin in, man. Ik ben hyped. Ik heb er ook zin in. Hoppakee. Sam, ga je naar beneden gaan? Ja. Let's go. Ja. Zullen we even je handjes neerzetten? Heb je nog dingen bij je? Het is klaar. Het is klaar? Meneer de wijkagent! Politie! Zo, dus gewoon politie, dames en heren. We hebben gewoon politie heen gehad. Kom, ga even checken wat de politie wil. Beste mensen nog! Beste mensen! Oh, hey! Beste mensen! Hoi! Beste mensen! Hoi! Beste mensen! Hoi! Beste mensen! Enzo! Veel politie! Bijna! Ik heb nog stage. Oh, echt? Ja. Nice. Hey! Chef! Beste mensen nog! Hoi! Kijk eens even nog meer mensen. En jullie waren lekker druk. Ja, ik zag, ik kom aanrijden. Ik zeg, het is druk thuis. Wat zijn ze aan het doen? Mooi verhaal. Die gasten, oh, dan is het. Prijs hoor, daar ben je aanwezig. Ja. Maar een mooi verhaal was, hij kwam tijdens Oud en Nieuw kwam hij bij mij in de straat. Kwam hij even langs rijden. Maar ik had een heel vuurtje gemaakt voor de potten. Oh. De potten die ik had, maar dat was gewoon om het op te ruimen. Ja. Maar hij stopte bij mij voor de deur. Maar de achterkant van jouw bus, dat staat nog op een filmpje. Nou, de vuur zat onder de bumper van de politiebus. Het was een bus zo. Ik zei, reed weg, voor mij stond ik met mijn bumper boven het vliegtuig. En ook voor een stage. Mm-hmm. Dus je moet officieel hesje aan... Ja, ik denk dat ik aangenomen
gedaan zodat het lijkt alsof ik nog een beetje van de positie ben. Het is makkelijk als je uitstapt en je gaat met iemand in gesprek. Ja. En je komt er zo bij staan dat ze denken, ja, wat sta jij nou te doen? Dus als je een hersen hebt, dan word je al snel een beetje... Dan word je serieus genomen. Dan word je aanvaard in ieder geval. Ja, dan moet je wel mee swaggy schoenen. Oh, mooie stappers van politie. Ja, maar is dat stage voor school? Of ga je nou, mijn stiefvader, dat is Ilko, die werkt bij Horizon, die is directeur daarvan. Ja. En die had zeg maar, want ik moet een vervolgopleiding uitzoeken en ik wil graag bij de politie, maar ik weet niet zeker of het echt wat voor mij was. Dus even oriënteren of, dat, of dit wat voor mij is. Dus hij had een stage geregeld voor 2 dagen. En vind je het leuk? Ja, ik vind het super gaaf. Gisteren hadden we ook twee incidenten. Ja, twee behoorlijke incidenten. Heel heftig. Ja. Oh, Den Helft had dat incident. Oh, ja, met die vrachtwagen en nog een incident wat minder mooi is natuurlijk. Ja. Dus het, mensen zijn het leven wel eens zat en dat moeten we ook, daar komen we natuurlijk uiteindelijk ook. Ja, dat lijkt me echt het meest heftige. Ja. Ja, die man was ook echt in shock, dus dat was echt wel heftig om te zien. Ja, ja, dat lijkt me echt het meest heftig, dat je ook vooral als eerste aankomt ergens bij een incident. Ja, maar het was wel ook interessant om dat dan mee te maken. Maar het is ook een natuurlijk heel mooi beroep. Want ook dankbaar, want je helpt ook gewoon mensen inderdaad. Ja, ik kan meteen zien of je een beetje bereid toe bent om... Ja, precies, ja. Oké, nou, bijzonder knap. Hey, maar leuk kun jij eens een keer, hoor dat je toch een goede, gezellige gesprek had met een collega. Ja, klopt. Ja, toen ik aan het vissen was de vorige keer. Ja, ik had het mooi weten. Ja. Een baasje. Ja, prachtig. Ja, was mooi. Wat is een tsunami? Hebben ze het opgehangen? Ja, dat is ook wel, ja. We hebben zo'n soort Hall of Fame. Iedereen die in de pers komt of die iets leuks meemaakt of zo. Op het bureau hangt dus die foto van het vissen met jou. Nou, echt? Nou, wat goed. Maar kan je me niet zo voor de gein, voor die kids, zo, voor de grap, zo in de boeien zo naar buiten brengen? En dan ja, tuurlijk, als jij dat wil. Ja, let's go, gaan we doen. Ja, zeggen we gewoon dat er iets gebeurd is. Dan hou ik het weg, hè? Maar dan moet jij wat voor mij doen. Wil je dat goed? Ja hoor. Je hebt echt 2 dochters en 22. Maar die volgen jou al jaren en nu alleen nog maar. Nu alleen nog maar je reis gebeuren en zo. De rest is allemaal niet meer. De vakantievirus. Maar de vakantievirus, dat hebben ze helemaal. Die zijn al. We zitten nu in Disneyland. Ja. Ook, nee, dat is al een tijdje geleden. Ja, dat is denk ik ooit geweest hoor. Maar ik snap, als we een keer spreken ze, dan maken we even een. Tuurlijk. Ja, zeker. Maar waar wil je heen? Als jij maar in de boeien kan slaan nu. Wacht, zal ik dan naar buiten gaan en zeggen, jongens, Enzo wordt gearresteerd? Ja. Ga ik doen, dan ga ik allemaal filmen. Ja, samen met Sam, ja. Maar moet jij. Maar dat is alleen maar mooier voor de video. Kom hier naar het bureau! Oh, dat is balen, hè? Nee, jongen, ik kom in de sleutels ergens laten liggen. Kut! Je sleutels? Ja. Wat voor sleutels? Ja, haal maar je sleutels, anders kom je niet uit. Zit je gewoon. Yo, Stelf had me in de boeien geslagen en hij kwam tot later. Maar dit is de boeien sleutel. Kijk wat ik aan heb, bro. Gearresteerd voor de meest criminele oudje van 2023. Bro, je lijkt ook gewoon op een crimineel met een boevenmutje. Is dat een boevenmutje? Ja, dat is goed dat het controleert, want anders zit je erin. Ja, maar we rijden wel mee naar het bureau, of heb je daar geen... Ja, dat hebben we wel andere. Dat doen we dat, is helemaal officieel. Ja, is goed. Ja. Maar wij gaan naar buiten nu. Ja, je kan hem dus 1 keer dicht doen, niet meer open. Dan kan hij niet meer open. Nee, moet ik op bureau, moet ik maar open. Je hebt hem nu gedaan. Nee. Oh, oké. Maar je bent naar het bureau. Ja, is goed. Weet je bent er vlakbij, hè? Ja, ja. Ik loop met Sam naar buiten. Is goed. Kom, oké. Oh, dat jongen. Kom eens even allemaal. Ja. Want we hebben een probleem. Enzo wordt gearresteerd waarschijnlijk. Wat? Enzo wordt nu gearresteerd, want er is iets gebeurd. Hij heeft, ik weet niet precies, maar hij wordt gearresteerd. Ja. Dus even serieus, geen grap. No way. Ja, hij wordt echt gearresteerd. Dus echt een probleem met z'n allen. Dus hij kan ook denk ik even niet op de foto. Dat is kut. Ja, ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar volgens mij komen ze echt een... Enzo! Kom maar dan. Was aan het plassen. Ik ben een beetje klaar. Doe maar even je handjes hier neerzetten. Zo. Hij was aan het plassen. Zullen we even je handjes neerzetten? Heb je nog dingen bij je in de koffer? Nee, voor de camera ga ik straks opzetten. Nee? Nee, oké. En waar staat je auto? Want die heb ik ook wel interesse in. Die staat buiten. Oké, nou dan haak ik daar straks van elkaar een verhaal. Bro, wat is er gebeurd, man? Ja, het is klaar. Het is klaar? Ja. Yeah. Bro, daar heb je niet tegenwerken? Oh, ik dacht, ga er vandoor. Nee, dat ga je niet. Bro, moet ik nog iets voor je doen? Ja, neem gewoon de onderbroeken mee. Gaat het lang duren? Ja. Een hele lange tandenborstel. Damn bro, dat was heftig. Probeer het te ontsnappen, zeg je dat? Zo, dat viel hard, hè? Ik kon je niet meer houden, man. Straks ga je op je snuit. Ik denk, het moet zo echt mogelijk zijn. Zo, die handboeien, dat is alles behalve. Zit dat strak? Ja. Oh, maar je zit nu echt helemaal vast. Hè? Ja, ik zit letterlijk vast, zoals ik vast hoor te zitten. Met mijn elleboog hier open, geloof ik. Ja, want je viel, joh. Je viel, ja, bro, je viel hard, hè? Ja.
Ja, ik dacht ik ga proberen gewoon echt weg te rennen. Wat had je even moeten vertellen? Wat had je nee, ik ga niks vertellen. Ik ga niks vertellen. Maar nou de hele boog open. Ja, ja. Ah, dat is het allemaal waard. Zo, het is ook voor het eerst dat ik achter in de politieauto zit. Ja? Jij ook? Ja, zegt ja. Ja. Weet je wat ik wel eens gezien heb? Dat je zo je boeien zo eronder door. Dat kan ook wel. Het zijn ook mensen die kunnen, zeg maar, hun pols kleiner maken, ja, of hun hand. Dit wegknijpen, dat bot even. Zo, maar weet je wat het is? Kijk, mijn armen zitten omgekeerd erin. Oh ja, oh, hoort dat? Ja. Dus dan kan je dat niet zo makkelijk doen. Nee. Zie je? Deze zit zo, die andere zit zo. Dus ik kan niet makkelijk eronder door. Ik red dat niet. Nee, ik zit echt goed vast hoor. Ik zit for real echt vast. Oh my god. Ik ben al begonnen. Ik zit gewoon echt vast. Dan zit ik gewoon met je in een politieauto in de eerste week van januari. Is het een druk dagje vandaag? Nee, valt er mee. Gisteren was het wel hectisch, maar vandaag valt het wel... Werkt u al lang bij de politie? 25 jaar. Hij is wijkagent in mijn wijk. Ja, Kerk en Zanen. Zo, echt respect. 25 jaar? Ja, dat valt op zich nog wel mee hoor. Ik ben vrij laat bij de politie gegaan, pas op mijn 33. Zo, ik vind... Wauw. 25 jaar, jeetje. Maar normaal ben ik altijd de motor, dat was eigenlijk het leuke geweest. Ik had eigenlijk liever de motor... Oh, had ik dan achterop gemoeten? Nee, dat was... Met handboeien. Ik rijd in principe altijd motor. Oké. Okay. Toevallig omdat Koort naar mee ging, moest ik met de auto. Maar eigenlijk ben ik daarom kwam ik wel regelmatig langs. Want jij bent natuurlijk ook altijd druk met de motor. Ja, inderdaad. Maar wat nou, stel voor, je was op de motor geweest en je moet iemand meenemen naar het bureau. Dan laat ik een auto komen. Ja, precies. Je hebt nog nooit een boef meegenomen op de motor? Nee, ik wil het vastgezet dan. Ja, weet je wat hij gedaan heeft? Vastgezet aan de motor. Hij heeft een scooterrijder, mag ik dat vertellen? Ja, als het niet... Nee, ik zeg geen... Hij heeft een scooterrijder, die was reed een beetje te hard. Die was vandoor. Die was vandoor, die had hij met de handboeien aan zijn motor vastgezet. Zo, nu blijf je even hier staan. Ja, ik denk, dan zit ik weer weg. Sta je ook voor lul? Ja, en al die gasten, was een scooter meeting waar iedereen maar aan het scheuren en aan het crossen was. En al die gasten gingen langs. Niet op de kruising. Ja, nou ja, als je er vandoor gaat, dan moet je even. Ja, dan moet je op de blaren zitten. Ja, dat heb je geweten. Stond hij daar zo aan de schandpaal? Ja, dan kan ik bij hem blijven staan. Start die scooter, is die weer weg. Ja. Nee. Ja, als je niks anders kan doen, je bent in je eentje, dan had je goed te pakken. Ja. Maar bro, hoe voelt dit nu? Ik wil dat even oprecht weten. Ja, weet je wat het is? Het is ten eerste, het zit natuurlijk absoluut niet comfortabel. En ik heb wel zo'n rondleiding gehad in de gevangenis. Toen heb ik ook wel eens boeien om gehad. Maar dan gaan ze eigenlijk best wel snel weer af. Alleen, het is eigenlijk hoe meer je je verzet en hoe meer je beweegt, hoe strakker je ze maakt. Ja. Want als je ergens tegenaan komt, gaat er weer zo'n tandje bij, zo'n klikje. Als het goed is, zit hij vergrendeld nu hoor. Hij kan niet dichter. Hij kan niet dichter, want dat zou... Oh nee, hij kan niet dichter. Nee, hij gaat niet dichter. Maar mijn rechter is zeg maar echt strak tot het bot. Ja. En mijn linker is iets losser. Die kan ik ook een beetje draaien. Ja. Deze kan ik amper draaien. Die andere kan ik wel echt draaien. Je zou hem iets moeten kunnen draaien. Ja. Maar vaak als je natuurlijk gaat klikken, dan is het... Ja, ik voel dat niet. Jij voelt dat wel. Maar we moeten natuurlijk altijd wel oppassen dat we niet... Dat niet strak komt zitten, want dan zou je echt pijn krijgen. En een verdachte die pijn leidt, wordt vervelend. Ja. Maar wat ik me afvraag, hè, want nu zitten wij achter in deze politieauto. Wat zijn over het algemeen een beetje de gesprekken die als iemand wordt gearresteerd? Zitten ze dan rustig met jullie radio te luisteren? Of wat heb je het dan over? Dat is verschillend. Zo'n één is natuurlijk... Boos. Die is helemaal gaaf. Die denkt als ik rustig blijf, dan komt het dan wel goed. Hè? Die is heel erg zelfverzekerd. Van ja, wat kunnen ze maar maken? Die verzonders en anderen, ja. Die is heel wild achterin, want die is nergens mee eens. En soms heb je ook wel schoon gesprekken. En probeer je ook natuurlijk een beetje te praten en een beetje rustig te houden. Ja. En dan moet je gewoon even een mooi gesprek of je begint ineens ergens over wat je bij hem gezien hebt. Ja, okay. En dan kun je eigenlijk een wat rustiger rit maken. Nou, die roos dat iemand helemaal achterin dubbel gevouwen zit en de deuren eruit probeert te krijgen op deze manier. Ja, dat zie je wel eens van die filmpjes ook. Dat ze inderdaad zo'n rug er tegenaan zetten en dan daar proberen de deur of het raam eruit te trappen. Natuurlijk, dat moet je altijd zien te voorkomen. In die 25 jaar politie, jeetje, daar heb je zoveel meegemaakt. Ja, je maakt het er ook mee, ja. Maar, dus je hebt ook wel eens meegemaakt dat iemand achterin zit en gewoon denkt, ook al heb ik boeien om, ik moet er gewoon uit. Ja. En die gaat dan gewoon die deuren proberen open te maken. Ja, gewoon die deuren open maken, ja. Maar in principe zit er altijd iemand naast, hè. Net zoals nu ook. Ja, je bent altijd met z'n tweeën eigenlijk. Ja, en dan gaat er iemand naast de persoon in kwestie zitten. Oh ja, en die kan hem dan een beetje in bedwang houden. Ja, die kan een beetje in bedwang houden. En anders, als het echt te gek wordt, ja, dan stoppen we gewoon. Ja. En dan gaan we... Wordt er dan een politiehond bijgehaald? Of? Nee, maar dan meerdere collega's gewoon. Oké. Okay. Of we nemen een busje of we laten speciaal vervoer komen. Ja, gewoon versterking. Ja, je hebt van die speciale busjes waar je dan geen kant op kan. Oh ja, ik ben gelijk binnen. Ja, echt binnen. Ja. Want ik heb... Ik moet mijn sleutels pakken. Nou, ben je ook eens binnen geweest? Een pietje erover een halve. Van wie is die dikke Porsche hier? Die is van een collega die... Die is vrijwilliger en die heeft ook een bedrijf. Oh, is dat ook met een kledingbedrijf? Ja. Ah.
Zijn dit politiemotoren die daar staan? Nee, is allemaal. Ja. We kunnen wel even kijken als je nog. Ja, vind ik wel leuk. En zo kan er wel filmen. Ik kan wel filmen zo met die handen, toch? Ja, zeker. Wel lekker zo. Oh, ik ga proberen weer weg te rennen. Nee, kom je niet uit. Zo, daar zijn we dan. Gaan we even mee. Als je dit dan zo ziet, zeg maar. Je ziet, zeg maar, mijn handen die zitten de verkeerde kant op, zeg maar. Ik zie het, ja. Nee, deze omhoog. De grootste vlogger alle tijden. Hallo, goeiedag. Hallo. Dus ja, je kan ook geen kant op. Ik kan nu wel gaan rennen, want deze is verder voor nut. Nee, maar ik dacht dus, je kan je armen zo naar beneden doen. En dan kan je dus zo overheen. Maar als je nu zou gaan rennen en je rent bijvoorbeeld hier over straat, dan denk ik, mensen, wat is dit? Wat is dit? Ja, dan loop je er weer. Help mij, help mij. Maar volgens mij krijg je dit ook niet zomaar open. Nee. Kijk hoe sick dit eruit. Mag ik eens voelen? Zo. Nou, zijn we dan. Je moet straks maar. Het kan wel, je kan er tussenuit. Maar dan moet je heel lenig zijn. Ja, heel lenig. Ja, daar ben ik niet. Vindt u het erg om op beeld te komen of niet? Kom, ga eens. Nou, succes jongens. Dank u wel, fijne dag. Doeg. Goeiedag. Ik zweep me dood, joh. Ik heb een foto met hem. Nou, ik weet niet of u daarna gelijk op wil. Nou, ik kan geen kant op. Dus, ja, mag het? Ja, tuurlijk. Jij kan toch nergens heen. Ik wil allemaal foto's maken. Laat het allemaal even zelf maken. Dan ga ik wel even een. Enzo maakt hem wel. Ja, ik maak hem wel. Of maak jij hem? Kom, ik maak hem wel. Oh, jij maakt hem wel. Oh, dat is wel heel knap. Kijk, dit is echt de lelijkste selfie die ik ooit heb. Lekker met je onderkin. Wat een baas, joh. Ik kan nog wel een piece doen. Het is wel uniek dat je nu zo hier door kan lopen gaan. Ja, kan het normaal niet? Over het algemeen zitten die boeven daar een heel klein gangetje. Oh, echt? Ik heb hem gevonden. Kom, we gewoon echt in het blok. En met je me echt in verdachte. Gooi hem gewoon erbij, joh, bij een verdachte. Zo. Kijk, ja, zie wat bro, kijk! Zie je dat? Ja, hij zat precies, maar ik heb ook zo'n knokkel, dus hij valt precies in dat. In principe zou hij dus in dat pols. Zo zou hij moeten zitten. Nou, ook, hij zal nog iets losser kunnen. Nou, deze zat wel chill eigenlijk. Die zit wel. Oh ja. Ja, oh, hij moet echt, zeg maar, zo een beetje rondrijden. Een beetje kunnen bewegen, want wat je krijgt, kijk wat je nou ziet. Als je dan iemand hebt dat het echt pijn doet, dan worden mensen lastig achterin. Ja, precies. Doet hier, laat maar los, ik wil eruit, weet je. Ja, nou, deze viel echt mee. Dan zie je ook het verschil een beetje van welke strak zat en niet. Het is natuurlijk gewoon ijzer op je pols, dus als je zo vastzet. Maar deze handboei, hoe lang gaan die mee? Oh, heel lang. Heeft hij al 25 jaar? Ja, misschien wel. We hebben tegenwoordig nieuwe, met kunststof. Oké. Okay. Die heb ik nog niet. Ik ben van oude garde, dus ik hou oude handen. Ja, precies. Laten we even kijken. Ja, even kijken. Als er nog iemand zit. Zo, dames en heren, dan lopen we in één keer op het politiebureau hier zo. Ik ben daar ooit al een keertje meegegaan met de politie. En dat is echt super interessant. En ik had toevallig laatst ook nog gezegd dat ik echt respect heb voor het werk wat ze doen bij de politie. En je ziet gewoon veel. Al helemaal 25 jaar in dienst. Dan gebeurt er wel het een en ander. Maar hoe lang mag je hier iemand vasthouden? Ja, dit zijn meestal houtkamers. En die zijn alleen maar voor verhoor. Oké, dus een verhoorkamer. Hier, dit is dus een verdachte aangehouden en die wordt om de hoek even in zijn cel geplaatst. Dus we moeten heel even wachten. Ja, het werk gaat gewoon door hier. Ze hebben wel muziek hier. Bro, hoe voelt het om weer vrij man te zijn? Ja, voelt geweldig. Voelt goed, hè? Je weet dat. Je kan nu kijken, er is nu niemand collega lopen. Dit is eigenlijk alles. Je kan hier ook alleen maar even zitten. Zo, je kan hier ook niks lopen, hè? Je kan niks lopen, nee. Dus jij mag hier gewoon gaan zitten en je kan niks lopen. Nee. Hier wacht je gewoon. Ja. En als je zegt, ik wil een goed boek, is ook prima. Dan pakken we nog een boekje voor je. En dan, ja, dat kan wel. Ja, dan kan een bepaalde muziek kan je ook nog. Dat is dat radio. Wow. Maar hier zit je uiteindelijk gewoon te wachten tot het alles afgehandeld is. En stel dat je langer moet blijven, dan word je overgebracht naar een cellencomplex waar je kan slapen. Ja, precies. En waar je eten, drinken krijgt. En waar, maar dit is echt puur alleen maar van als je aangehouden bent om hier te zitten in afwachting van alles wat er gaat gebeuren. Voortijdelijk, ja. Iemand had wel een aansteker bij zich daar. Ja, dus ik heb wat fout gedaan. Zo, als hij hier de bankje in de brand steekt. Zo, inderdaad, ja. Ja, dat gebeurt wel eens dat iemand dan toch. En misschien is het ook wel. Nee, koffie niet. Er wordt in ieder geval wel goed voor je gezorgd als je hier zit. Ja, je krijgt wel een bak koffie en als je koud hebt, krijg je wel een deken. En als je hier op drukt, dan. Dan kom je maar met het stonden, kom je vooruit en dan gaat iemand met jou vragen wat er aan de hand is. Oké. Ja, het is niet veel. Nou ja. Het is een hok. Je hebt iets fout gedaan, dus je zit gewoon in een betonnen hok. Ja, je zit eigenlijk in een betonnen hok. Een hufteproof hok eigenlijk. Als je geen aansteker bij je hebt. Ja. Nou, hier kan je nog, heb je nog wat dingen. Hier word je in principe, als je hier komt, dan ga je hier voor het scherm en dan kunnen ze die mooie boevenfoto's maken. Weet je wel, Ja. Maar ze doen dat niet met zo'n bordje, toch? Nee, niet met zo'n bordje. Nee, die tijd is voorbij. Dat ken je in die filmtijden wel van vroeger, dat zo'n bordje vast moet houden. En dan je vingerafdrukken kun je dan even hier wat groene. Je hand opleggen, voor je vingerafdrukken, ID-kaart scannen en zo word je in het systeem gevoerd. En zolang nodig is, blijf je erin staan. Ja, want als je, stel voor, je bent verdacht en je legt je vingerafdrukken af, hoe lang sta je dan in het systeem? Ja, vingerafdrukken blijven heel lang in het systeem staan, gewoon eigenlijk altijd. Okay. Je DNA-afname en vingerafdrukken blijven heel lang in het systeem staan. Ja, dat verdwijnt niet zo snel. Sommige, maar na verloop van na 5 jaar zijn dingen niet meer zichtbaar. Okay. Niet meer direct voor ons. Dan is het gewoon. Ja, want vanaf je 18e kan je een strafblad krijgen die voor iedereen inzichtelijk is. Voor bedrijven. Ja.
Dus stel voor... VOG'sen, dat soort dingen. Als iemand VOG, dus verklaring omtrent goed gedrag. Oh ja, dat, verklaring omtrent goed gedrag. Want als je stel voor je wordt 18... Die wordt niet bij ons aangevraagd hoor, dat, dat doet de overheid. Ja, maar want stel voor iemand is 18, die steelt een scooter, die wordt opgepakt, die is 18 plus dus. Dat komt op zijn strafblad. Hm. En hij wil bijvoorbeeld werken bij, ik zeg maar wat, een groothandel. Dan mag de directeur van die groothandel mag vragen van, hey, ben je in aanraking gekomen met dat politie? Zinnen. Dan moet je dus ja of nee invullen. Ja. Stel voor iemand vult dan nee in, maar het is wel zo. Dan is het aan de dat werknemer wat hij ermee gaat doen. En als die werknemer denkt van, nou, weet ik niet zeker, klopt dat wel? Dan kan hij het ergens opvragen? Of? Ik weet niet of elke werknemer een VOG kan opvragen. Wel als je natuurlijk met kinderen gaat werken, met ouderen gaat werken. Of je gaat in sferen werken waarbij je met andere mensen in aanraking komt. Of in een groothandel. Wat heeft een groothandel te maken met een scooterdiefstal? Ja, precies. Dus, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat dan heel veel bedrijven, iedereen heeft wel eens wat gedaan. Dat houdt in een heleboel bedrijven geen personeel kunnen aannemen. Ja, maar ik bedoel, het wordt altijd zo gezegd dat vanaf je 18e, als je dan een strafblad hebt, dan moet je gewoon echt oppassen. Niet dat je alles ervoor moet doen natuurlijk, maar het is wel zo dat na je 18e... Maar voor bedrijven, voor instellingen en voor werknemers waarvoor je een VOG nodig hebt, kan dat nadelig zijn. Ja, voor je werk of geen werk krijgen. En dan voor 5 jaar lang is dat inzichtelijk? Nou, voor ons is 5 jaar lang inzichtelijk. Okay. En we kunnen tot 5 jaar lang en dan wordt het afgesloten. Voor ons kunnen we alleen nog maar zien wie het is, maar we kunnen niet meer achterliggende feiten alles zien. Dat moet je opvragen. Okay. Okay. Natuurlijk wel als ze blijven jarenlang erin staan. Je blijft er wel in staan, maar niet meer inzichtelijk. Ja, precies. Dat is gewoon, heeft de wet ooit voorgeschreven, wet op privacy, dat soort, dat je uiteindelijk gewoon eruit gaat. Ja, oké, duidelijk. Dus dat is het halletje hier zo. Vingerafdrukken, tijdelijk plekje en dan of er weer vandoor of dus naar het cellencomplex. Als het onderzoek langer gaat duren, dan kun je langer blijven als het erop aankomt. Ja. Die mogelijkheid bestaat. En als het allemaal heel makkelijk gaat en je bekend en het is allemaal duidelijk, dan ben je in principe binnen 9 uur weg. Het is geen pretje dus. Nee, zeker niet. Nee, het is niet. Zal ik de muziek eraan zetten? Want ik had hem even uitgezet. Oh, ik heb hem uitgezet. Ja. Zo, we hebben weer muziek hier. Ja, doe je poeltjes erin. Ja, iedereen weet er al van. Nou, waar hangt die foto van het vissen? Die hangt hier. Hang ik echt op bril hier? Ja, die hangt hier. Oh. Is dit zo'n kogel weer in het vest? Ja. Dit? Ja, die heb ik ook aan. Mag ik voelen hoe zwaar die is? Nee. Of kan ik hem aan doen? Nee, is een beetje klein denk ik. Oh. Is dat zwaar? Zo, ja man. Maar het lijkt me ook dat je hier training in moet doen, omdat je dan... Dan zou je deze, denk ik die. Je hebt nog steeds dezelfde postuur. Zo, dat is wel. Ja, dat is wel zwaar hoor. Is dit soort van kogelwerend vest niveau 1? Nou, dit is kogelwerend. En dan met name de klein kaliber. Is dit ook steekproef? Ja, die kan je hier vastmaken. Oh ja, daar een klippen. Ja. Steekproef en steek je de binnenkant steek je een beetje hierin. Zo. Er zit een vakje en dan maak je dit. Maar wat bedoel je met eerste klasse? Je hebt zeg maar een pistool houdt er tegen, maar. Je moet er vanuit gaan als je gewoon een pistool gaat het wel. Maar zeg maar Kalasnikov, dat is te groot. Dat weet hij niet. Ben je ooit beschoten? Nee. Nog nooit beschoten? Nee. Dat is wel fijn. Ja, dat geeft wel een goed gevoel. Ik denk als je in zo'n wapen kijkt en je weet niet waar je heen moet, dat het wel een. Op dat moment misschien niet, dan ga je in de vluchtmodus. Ja. Maar als het echt gebeurt, dan denk ik wel dat je even. Mm. En ik wil. Wat is dit precies voor tekening? Die tekening, ja, die heeft hij ooit op de grond gelegen waar een mat is, waar aan het verbouwen. Oh. En dat iemand was zo leuk geweest, die had zichzelf getekend en een mes. En dan heeft hij een soort plaatsdelict hebt, zeg maar. Oh ja. Zo, mag ik met het vestje verder lopen? Ja, dan horen we er een beetje bij. Stoer, bro. Kijk eens even. Kijk eens. Ja hoor. Wijkagenten delen trots ontmoeting met Enzo Knol. Werd bijna zwemmen. Is gewoon in de krant gekomen, joh. Ja, dat is in de krant, ja. Hier stak zelf. Maar dit ben je zelf op de motor? Oh, dit is in bij de Atlas, hè? Ja, bij de, weet dat, Europa Park. Ja. Vet. Ja, dit is een beetje de standaard politiepoto. Ja, precies dat. Ja, Ton stond net ook zo. Oh, zo. Zo. Ja. Dus een standaard politiepoes. Ja. Ik zie als stel voor ze zijn ergens aan het patrouilleren of zo. Of, hè, gewoon of ze komen aanlopen. Ja, dan komen ze of zeg maar zo. Ja. Of dan komen ze zo. Ja. Het is heel geen nette houding, maar het is heel relaxed. Ja, het is wel relaxed inderdaad. Als je denkt, ja, ga ik mijn handen nou weer laten dat ik aankom. Ja. Dat is ook niet goed, hè? Dan denken mensen, hij is agressief. Ja, klopt. Nee, als je zo inderdaad op iemand afkomt, dan. Dus het is of van. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, precies dat. Zo van, zijn jullie aan het doen? Ja. Dat zijn de 2 manieren. Ja. Nee, maar volgens mij, je hebt ook gewoon genoeg agenten die zeggen van, zijn jullie aan het doen nou? Nee, maar je hebt wel gelijk. De meeste agenten hebben het zo, ja. Ik vind dit ook wel relaxed. Ja. Of zo. Maar je hangt gewoon even lekker. Maar dit, hoeveel weegt dit? Wat zou het zijn? 2 kilo? Zeker. Zo is het 2-3 kilo. Is er iemand die push-up challenge met me wil doen? Nee, dat ben ik niet. Nee, jongen. Weet niet wat jij wil? Iemand de opdruk zegt, nee, niet. Vrijwilligers. Nee, geen vrijwilligers.
Opdrukchallenge. Waar is Nico? Daar. Is er een opdrukkoning? Nico. 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 Ik hoor dat jij goed bent in opdrukken. Doe even een challenge. Even een challenge maken. Een opdrukchallenge? Ik denk dat Nico gaat winnen. Nico, kom op, man. Vechten! Als ik je zo zie, Nico, dan kan ik echt niet winnen. Maar ik wil wel de uitdaging aangaan. Ja, voor de challenge. Voor de challenge. Ja, maar dat doe ik niet. Nee, maar serieus? Niemand op. Oh, ik wil het. Ja, ik kan het niet. Ah, oh, wel. Okay. Jawel, zeker wel. Dus je ziet er echt wel sterk van de ja. Maar Nico, jij hebt Nico toch? Je kijkt een beetje boos. Een beetje bang voor Nico. Geweldig. Nico houdt niet zo van de kamer. Nee, oké. Okay. Nou, dan met geluid, dat spreek je later in. Ja, ik wil ook wel eens inspreken later. Maar dat is meer werk, dit is makkelijk. Je hoort nu alles. Ja, dat is waar. Dat is oh, waar. Kak. Ik vind dat zo vervelend als je jezelf hoort. Ja, je zegt je film en een half uur uitzetten. Maar als jullie mij zo zien, ik heb nu dit vestje ook aan. Hoe vaak denk je dat ik kan opdrukken? Jij kan mee, ik 70? Nee, dat is veel hoor, 70. Hoeveel in 1 seconde? Ja, weet je. 1 per seconde is toch ik kan veel? Dat niet inschatten. Dat is moeilijk. Hoeveel weeg je? Ik weeg 84. Ja, maar je hebt wel eens... Met deze 87, denk ik. Nee, maar je hebt wel eens gesport, dat zie ik aan je armen. Dus jij, ja, maar het is niet heel ongetraind. Dus je hebt ook wel eens wat gedaan. Ja. Heb ik wat gedaan? Jij hebt wel eens wat gedaan. Ik was niet, hè? Qua sport, hè? Ook qua sport. Dus ja. Je kan vergissen, ik heb met jongens gesport, die waren best wel mager, maar die kunnen heel sterk zijn. Ja. Dus zo'n challenge. Ja, maar weet je, je staat voor lul als politie als jij wint. Ja. Tuurlijk niet. Ik ben een van jullie nu. We doen het samen, collega's. Dan moet ik een keer een dienst meedraaien. Ja, dat lijkt me leuk. Ik probeer met jullie fit te blijven, dus ik denk even opdrukken. En het ligt er ook aan, hoe ga je opdrukken? Ja, ik doe wel clean push-up hoor. Dus ik doe gewoon zo en dan echt recht. Ja, ik denk dat je de 60 of zo, doe jij dan? 60, 70? Nee, ik ga voor 60. Want dat is veel hoor, 60. Iedere vijfde is volgens mij ik ga het aantrekkelijker maken. Als iemand een push-up challenge met me doet en die wint van mij, dan krijg je een dagje mijn Lambo mee. Zo, Nico, Lambootje. Ja, kom op Nico, ja, want jij wint. Je hebt een 3-cylinder die. Nico, ja, dat is goed. Ik zou het doen. Nee, dat is wel goed. Nee, dat is wel goed. Ja. Okay, we waren het voor een andere keer. Als er een politieagent is die de challenge aan wil gaan. Ja, maar die is wel. Dat is er zeker een. Dat is er zeker. Ja, niet vandaag. Ik weet niet dat hij er is nu. Ik heb hem wel gezien vandaag. Hij is er niet, anders had hij al een beetje. Ja. Ik zie trouwens wel een hele leuke goodie van mij. Ja, lief hè. Mag je hebben. Ja. Oh nee, ik bedoel deze eigenlijk. Oh, die mag ook. Ja, nee, ik dacht Want die beertjes geven jullie altijd aan kinderen, toch? Ja. Als ze iets naars hebben meegemaakt. Ja, dat is wel mooi. Trauma-beertje. Ja, mooi. Trauma-beertje. Ja, en ik vind deze... Oh, mag ik zo'n politiesticker? Tatoeage. Oh, ik dacht voor op de Lambo misschien. Nee. Paar van die stickers. Die moet je gewoon... Dat is gewoon een je arm. Die is voor hier zo. Ja. Oh, die wil ik wel. Die moeten even nat maken als een boekje, weet je wel. Dat zijn die dingen. Dat is je denkt spiegelbeeld, maar zo werkt dat. Ja, zeker. Ja, joh. Ja. Mag ik een paar van mijn vrienden ook meenemen? Nee. Dat vind ik wel leuk. Als ik er dan zelf eentje heb, dat ik ook kan uitdekken. Ik wil er ook eentje. Ja, daarom. Dat dacht ik. Doeg, collega's. Doeg. Doeg. De volgende keer wel opdrukken, hè? Samen. Nou, ik ken dus hier iemand die zegt dat hij er 100 kan. En ik kan dat niet. Nee, dat is onmogelijk. 100? Die zegt dat hij er 100 kan. Dat is wel, die hoeft niet achteraan te hebben. Dat was zo mooi geweest in een opdrukchallenge. Ja. Ik ben helemaal geen koningin hoor. Maar. Dames en heren, hier eindigt mijn avontuur, denk ik. Wij werden we opgehaald. Ja, hoe zijn we hier gekomen? Ja, ik heb geen telefoon bij me, dus ik kan ook niemand bellen. Maar echt super leuk dat je ons even zo'n kijkje meegeeft. Ja, ik vind het prima. Ik vind het leuk om even aan de kijkers te laten kijken. Ja. Vorige keer zou je ook komen, toen Arnie was een gamer geweest. Had je afgezegd. Het een beetje laat. Oh, echt? Ja, stond hij ook voor de deur. Oh, nee. Hoe heet je dochters? Evie en Marloes. Oké, Evie en Marloes. Hallo Evie en Marloes. Ik wil jullie eventjes bij deze bedanken voor het kijken naar mijn video's. Hartstikke leuk. Tof om te horen. Duimpje omhoog voor jullie. Heel erg veel plezier daar in Frankrijk in Disneyland Parijs, als ik het goed heb. Ik ben ondertussen vrienden geworden met jullie vader. Tenminste, we zijn wel een beetje vrienden geworden, toch? Groetjes van ons, een hele fijne dag en ik zie jullie graag weer snel bij een nieuwe vlog. Doei doei! Hoppakee, die staat erop. Nou, dan gaan we nu naar buiten, denk ik. Ja, door binnen naar Stef en zo, die staan bij de baan. Is Stef ook hier naartoe gekomen? Ik denk het, ja. Is dat hierboven? Nee, hier zo. Nee. Oh, hier zo. Ik zag ineens dat de deur zat. Oké. Okay. Yes! Nou, hij bekend. Ik heb hem bekend, ik ben meteen collega.
Ja, ja, toch? Ja, ik moet hem weer wegbrengen. Goeiedag, meneer Knol. Hoi, wijkagent. Goeiedag. Oh, wacht, ik moet anders aankomen. Ik moet anders aankomen. Ja, ja. Ik heb geleerd hoe ik aan moet komen. Zeker zo. Ja, ja, ja. Ja, ja, hang jongen. Wat zijn jullie aan het doen? En kijk wat ik nu doe, hè. Kijk wat ik nu doe. Nu kom ik naar jullie toe en dan switch ik mijn positie. Dan denk ik dat niemand jou daar... Nee, maar dit zit gewoon chill. En dit is gewoon een open dit gesprek. Dit is elke agent. Dit is elke agent. Hè? Maar Don is niet echt onder de indruk van je, bro. Ja, ja. Hey, sterretje. Ze doen bij mij altijd achter in de auto. En nu geef ik het wel af, hè? Daar wat liggen? Gevonden voorwerpen. Dankjewel, dankjewel. Ik wil je graag een boete geven voor te harde zwerg. Ja? Ja, het is wel ongelooflijk belachelijk dat je zulke harde zwerken meeneemt naar buiten. Strafbaar. Thanks. Je collega ook. Zwerden. Met zijn grote mond. Gisteravond is een feestje. Ik heb stickertjes meegekregen. Ja, dat klopt ook. Gisteravond een feestje gehad, tijger. Jazeker. Kijk. Nou, fijn. Nou. We zijn weer compleet. Goed zo. Ja. Doe deze even erin. Zo, deze is wel fel, of niet, Don? Ja, ik zie niks meer. Ongelooflijk. Ja. Pas toch nooit met z'n allen in één auto? Welke auto zijn jullie? Zijn met jou? Ja, Ton kan ons wel even brengen, toch? We gaan weer terug. Nou, wel fijn dat jullie Enzo kwamen ophalen. Ja. Als echte vrienden. Dankjewel. Nu gaan we weer terug. Ja. Oh, we gaan met Tom mee. Oh, jij gaat ook met ik ga met jou geliefd. Ik ga met z'n drieën. Hoi. Ik heb nog nooit in een politieauto gezeten, gaat? Nee. Nee, maar. Ja, ik ben een liedje. Deze gaan we nog. Mag ik hier? Is kogelvrij weer? Proberen. Is kogelvrij weer? Want hij is ook nog kogelvrij. Dat ja, moet er niks in. Ja, want dat is de serieuze verwarring. Mensen zeggen kogelvrij vest. Maar dat kan eigenlijk wel kloppen, omdat er zit geen kogel in. Ja. Maar het is een kogelwerend vest. Eigenlijk noem je het dus een kogelwerend vest en geen kogelvrij vest. Kogelsteekwerend vest, ja. Ja, precies. Oh, bro. Ik voel dit wel. En doe even zo, juist. Ja, en dan 12 kilo ongeveer dit. Dan heb ik mijn taser niet bij me. Dat doe ik ook nog. Wil je niet een keer getaserd worden? Ja. Ja. We zoeken nog iemand. Ga jij voorin of wat wil je? Niet, okay. Kunnen we onderweg niet voor de grap iemand taseren of zo? Dit is gaaf. Dit is gaaf, zegt hij. Dit is gaaf. Die hoef je zwaailicht aan. Ja, ik dat toch ging gebeuren? Ja. Die schrik zeggen. Zo, ik schrok me de pleurs. Wow. Dat is ook, dat was ook de bedoeling. Zo, dat is hard. Ja, hè? Of een PK heeft zo'n goeie auto. Goeie vraag, Don. Ja. Je hebt een nieuwe auto en je denkt even kijken of ik sneller ben. Ja, maar dan ze gaan best wel hard, toch? Ja, wel natuurlijk. Ja. Automaat en ze zijn wel wat... ja, het is meer geloof ik als standaard, maar ze... Ik heb geen flauw idee. Ik hou het nooit dat lang blij dat ik van mijn eigen auto soms weten van mijn motor, maar voor de rest. Ja. Ah, Mercedes is wel een dikke auto. Jawel. Ja. Ik heb dat nooit geweten. Ik vind dat wel interessant. Dus als politieagent zijnde mag je dus in de bebouwde kom 20 km per uur harder rijden? Met een surveillance snelheid mag dat sowieso, ja. En op de snelweg 40 km per uur harder? Op de snelweg zou je 40, ja. Dus dat, En heb je ooit wel eens iemand gewoon even een autocheck gedaan en die dan in één keer zo'n heel blok coke bij zich had of zo? Nee. Dat niet. Maar wel ooit iemand staande gehouden en die heeft dan wel echt middelen bij zich? Nou, echt middelen? Ik ben als wijkagent kom ik toch niet zo heel vaak tegen. Maar ik bedoel dat je zeg maar gewoon een soort van onderbuikgevoel hebt en denkt ik controleer het en dat je dan goed zit? Nou, dat is een beetje waar dat vaak wel wat meer voorkomt op de snelweg. Oké. Okay. Omdat ze daar gewoon ook andere teams voor hebben rijden die zich daarop focussen en die daarmee ook zien aan mensen, personen, auto's. Ja. Van joh, misschien is dit wel eens een interessant voertuig of interessante persoon om te controleren. Oké. Okay. Hier in de bouwde kom, ja, weet je, ik kan moeilijk, ja. Het zou elke auto kunnen liggen. Ik bedoel, is het een hele mooie auto, is het een hele dure auto, is het een hele oude auto? Dat is echt, dan moet je meer achterliggende gedachten hebben. Moet je meer feitenomstandigheden hebben om dat dan te gaan zoeken. Ja, en je moet ook wel een beetje aanleiding hebben, toch? Waarom? Precies. Je moet toch altijd uitleggen waarom iemand... Wij noemen het als mooi feitenomstandigheden. Oké. Okay. Je moet meer wetenschap hebben van waarom bewust in die auto misschien iets ligt waar wij geïnteresseerd in zijn. En deze jongen, ziet dit er verdacht uit? Ik ben een hele lieve guy. Ik ben ook nog, volgens mij, ik ben misschien in mijn leven 1 of 2 keer aangehouden. Maar dat was gewoon aangehouden of staande gehouden? Of staande gehouden, sorry. Ja, want aangehouden is dat je echt mee moet, ja, toch? Ja, dat was wat net gebeurd. Ja, dat had ik wat. Ja. Over het algemeen gaan de handboeitjes erom en dan mag je eventjes... Nee, ik ben nog nooit aangehouden. Nee. Maar ik kom ook mijn huis nooit uit. Dus... Daarom is dit wel een rit van je leven. Dit is de rit van mijn leven. Ik heb nog nooit in een politieauto gezeten. Ervaar je ook dat mensen anders reageren op je omdat je in een politieauto zit? Ja. Mensen gaan langzaam rijden. Met die jonge dame die met me meeging. Ja. Die had een soort inkijkstage. Van, ja. Nou, vind ik het leuk om met de politie te gaan werken. En die zei dat zelf al. Wat kijken mensen soms heel verbaasd of heel boos. Ja, een beetje angstig of zo. Een beetje angst. Ja, meestal is het wel...
of nieuwsgierig. Angstig niet zozeer, maar of ja, de mensen die, die ons wat minder leuk vinden, die kijken vaak even met een boze blik. Ja, dat heb ik nooit begrepen. Nee, ik ook niet. Dat komt misschien omdat, er hangt toch een stigma op of zo. Dat mensen denken dat politie is uiteindelijk daar om je te helpen, toch? En ik bedoel, er zullen vast wel rotte appels tussen zitten. Tuurlijk. die soms je leven een beetje zuur maken. Maar ik heb ook wel eens een tandarts gehad die mij het leven zuur maakte. Of een zure mat die het leven zuur maakte. Ja, bijvoorbeeld. Zeg maar, waardoor je naar de zure tandarts moest. Ja, dat heb je overal, toch? Dan denk ik van ja, uiteindelijk doe je gewoon je werk. En ik denk dat je bij de politie gaat ook om mensen te helpen uiteindelijk. Ja, want wat was uw beweegreden, maar als ik dat mag vragen? Waarom bent u bij de politie gegaan? Nou, ik werkte vroeger bij de Nederlandse Spoorwegen. En de Nederlandse Spoorwegen had de spoorwegpolitie vroeger. En dan was het vaak wel eens een vervolg. Dat je dacht van nou, ik ben nu 12 jaar conducteur geweest. En dan dacht ik nou, het lijkt me nou wel eens leuk om naar de spoorwegpolitie te gaan. Dus uiteindelijk heb ik 12 jaar bij de spoorwegpolitie gewerkt. En toen ben ik uiteindelijk wijkagent geworden. Ah, oké. De spoorwegpolitie werd op een gegeven moment opgegeven. Want dat werd... Dat bestond niet meer en toen ben ik wijkagent geworden, eerst in de Haarlemmermeer en sinds 2016 hier. Maar ja, dat was eigenlijk meer het gevolg van conducteur naar spoorwegpolitie. Dat was het leuke om dan die stap te maken. Nou, u wordt vriendelijk bedankt. Ja, jou ook bedankt. Ja. Was leuk, Tom. Geen stickers leuk. Niet inderdaad. Nee, ik heb ze. Jij ook eentje voor jou, hè? Ja, 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 zeker. Oh, ik kom er niet uit. Nee, wat dacht jij dan? Don! Ja, lekker man. Kijk hoe erin zit en dan moet ik hem weer mee naar huis nemen. Dat is alles leuk, maar er zijn grenzen. Echt vriendelijk bedankt. Hey, tof, jij bedankt, man. Leuk. Yes. Hey, leuk te zien. Ga je toch kijken. Ja. Bedankt, hè. Zo. Nou, dat is hem dan. De Mercedes politieauto. Die gaat er weer vandoor. Maar ik denk wel dat jouw auto sneller is, hoor. Ja, ik denk dat ik hem nog haal. Ik denk dat je hem uittrekt, ja. Denk ook wel. Ik denk rennend ook wel als ik jou... Ook wel. Ja, ik zag hem even... Ik heb ook nooit velgen, hè? Want anders flitsen die eraf. Ja, dit zijn gewoon wieldoppen. Ja, ze moeten altijd gewoon heftige bochten en zo. Nee, weet je waarom dat is? Het zijn winterbanden. Die hebben eigenlijk nooit echt velgen. Kijk, daar gaat hij. Zo. Nou, ik zou nog even met mijn vriendin naar Leiden gaan, maar dat zit er niet meer in. Dat gaat ook niet meer door. Zo moet per se weer opgepakt worden. Leuk. Hey, doedoeg. Hey. Ciao. Zo. Sorry. Nou, dat was hem, bro. Wel jammer dat niemand getaserd wilde worden. Nee, daar heb ik even geen zin in. Oh, okay. Yo, ik heb nog een cadeautje voor jullie, hè? Oh ja. Oh ja. Dat weet je helemaal niet. Rest, heb je een cadeautje voor ons? Ja. Niet spijtig, maar. Wat? Ja, ik dacht dat je dat ding van beneden mee had. Nee. Een politiesleutel. Heb jij die ook al? Nee, ik heb niet. Je zag mijn gezicht ook een beetje zo gaan. Ik zag jou teleurgesteld. Kijk dan. Dankjewel. Dat is van de politie. Heb je ook voor jou eentje? Maat, ik heb zo. Dankjewel. Je hebt veel werk te doen. Alsjeblieft, maat. Aandenken. Leuk toch? Wat is dit, joh? Sleutelhanger. Sleutelhanger. En je houdt van tattoos, hè? Ja. Ik heb ook nog politietattoo. Ja, maar ik hou van echte tattoos. Je mag geen Rutger geven. Oh, Rutger, voor Thomas, voor je zoontje. Dankjewel. Alsjeblieft. Zo, dames en heren, dan zit ik in de auto en dan maak je toch eens wat mee zo op een middagje hier in Alphen aan de Rijn. Ik heb beide knieën opengehaald in mijn elleboog, omdat ik probeerde weg te rennen. Ik dacht, hoe geniaal ziet dat eruit als ik in één keer gewoon keihard wegren en iedereen denkt, wat gebeurt hier? Maar die politieagent was alert. Hij wist helemaal niet, hij zei, had even overleg met mij. Ik zei, nee, ik ga niet overleggen, ik ga hem gewoon in één keer op mijn sprinten zetten. Maar hij had mij gewoon meteen al in de gaten en hij pakte me stevig vast. En toen vielen we allebei op de grond en toen lag ik onderop. Maar dat is geen probleem natuurlijk. Nou, ik ben een sleutelhangertje rijker en een ervaring rijker. Ik ga nu weer richting huis. Het was echt hartstikke gezellig. Super tof dat Don en Joël meededen met de eBay video. Die komt dus aankomende woensdag online. Is echt een geniale aflevering geworden. En dan ga ik nu de auto aanzetten, lekker muziekje aan. Dan gaan we weer lekker vibend naar huis. Met een lekker goed nummertje. Deze jas die ik eventjes uit de kofferbak heb gehaald omdat ik het koud kreeg. Omdat ik het goed idee vond om met een t-shirt weg te gaan. Ik zag de zon schijnen. Ik dacht, t-shirt time. Wie kent dat? T-shirt time is van Jersey Shore. Anyways, deze jas stinkt zo ongelooflijk erg naar oud en nieuw. Dat is echt absurd. Ik weet niet of je zo'n jas als deze kan wassen, eerlijk gezegd. Dus ik ga dat even vragen aan Myron. Maar... krijgen we helemaal die oud en nieuw vibes. oud en nieuw. Nieuw jaar, oud en nieuw vibes. Ja, dat kan. Goed. 1 hour later. Hey, pst. Hey, pst. Date is klaar. Zo, dat was een hele snelle powernap, hè? Zo, lekker uitrekken. Weet je wat we eten? Broccoli. Ja, dat is al goed. Oh, met ham en kaas.
Ja. Lekker. Kip cordon bleu. Cordon bleu. En zoete aardappelfrietjes. Lekker hoor. Ja, super. Shona is er ook bij. Hallo. Hi. Vet schoenen heb jij, man. Jij was de inspiratie, hè? Toen jou hoort en ze ze voor mij besteld. Toen dacht je uiteindelijk, ik wil ze zelf ook. Toen heeft ze ze zelf ook nog besteld. Ja, helemaal blij. Ja. Had je ze je had ze vandaag ook aan. Ja. Lekker hoor. Oh, lekker schat. Dankjewel. Alsjeblieft. Eet smakelijk, meneer. Eet smakelijk. Ik heb alsnog na het eten een uurtje geslapen. En daar heb ik echt wel nieuwe energie van gekregen. Ik heb afgelopen nacht sliep ik echt zo laat. Ik was gewoon niet even lekker in slaapritme of zo. Dus ik heb even slaap bij getankt, zeg maar. Maar nu ben ik helemaal fit. Ik ben weer klaar. En ik ga lekker avondje Fortnite spelen. Dus ik heb hier in de studio heb ik alles alweer klaarstaan. Knijters, veel zin in. Gewoon even lekker een avondje Fortnite. Vrijdagavond, weekend goed beginnen. Dus het wordt hartstikke gezellig. Wordt echt heel erg nice. Zo, daar ben ik weer. Ik heb heerlijk gestreamd. En nu is het tijd voor een zalfje. Een dagcreme. Een dagcreme. Een nachtcreme. Gewoon nachtcreme. Ja, doet uw hand maar even zo. Mijn handje zo. En dan? Dan doe ik dit erbij, want dit zijn face tan drops. De wat? Face tan drops? Die moet je nog een beetje zo met je vinger mengen of gewoon zo. En dan op je gezicht smeren. Dit allemaal? Ja. Ook om mijn voorhoofd dus? Tuurlijk, je hele gezicht. Omdat het een beetje, krijg je een klein beetje een bruin gezicht van. Echt? Ja, gewoon een gezond kleurtje. Hoef je niet voor in de zon. Je hals een beetje. Ja, super. Ja? Jij vindt dat nooit fijn, of wel? Ik vind spul op mijn gezicht eigenlijk... Oh, sorry. Ik vind spul op mijn gezicht eigenlijk nooit fijn. Maar het is wel goed, hè? Ja, dan of het goed is. Ik heb er geen verstand van. Crème is toch goed? Ja, als jij het zegt. Ik heb hier een zeep. Dat is eigenlijk mijn dingetje. Heel veel mensen weten dat niet. Maar altijd voordat ik ga slapen was ik mijn handen. Ja, dat is gek, hè? Wist jij dat? Maar ik was ook wel vaak in de avond mijn handen, maar niet specifiek voor het slapen. Ja, ik altijd. Ik betrap me daarop nu al 2 maanden of zo. Nou, lekker toch? Ja, dat ik gewoon altijd voordat ik... En eigenlijk, dit is mijn wasbak, hè? Dat is die jouw. Nee. Ik doe ook altijd die gebruiken. Dat is ook mijn voorkeur. Echt? Ja, echt! Ja, ik ga ook echt gewoon mijn naam stikken bij de nieuwe woning op mijn wasbak plakken. Er komt maar 1 wasbak daar. Oh. Dit okay. Bewijs maar weer dat hij geen idee heeft, want er komen er gewoon 2. Oh. Zie je? Ja, jij hebt echt geen idee, hè? Jij weet echt soms helemaal niks van wat er gaat gebeuren. Je weet maar net waar de slaapkamer is, volgens mij. Hey, ik ben er van alles wel op de hoogte. Maar jij zei dat zo overtuigend. Wow. Oh, dat is mijn parfum. Als het zo kapot was gegaan. Ja, ik schrok mijn ongeluk. Sorry. Hoeveel douchekoppen krijgen? 2. Oh. Ja. Zo, gaan we even lekker naar bedje. Lekker, hè? Heerlijk. Ik heb nog even heerlijk een paar uurtjes gestreamd. En nu is het dus tijd om lekker te gaan slapen. Morgen weer een lange dag. Dus... Heb je de reacties gelezen? Van wat? Over het raam. Ja, dat mensen zeiden van... Hé, Enzo, je moet wel met het raam open slapen, want dat is goed voor je. Ja. Dus doe het raam open. Heb je hem open? Ja, zo. Ja, zie je? Jij overlegt dan niet, hè? Ik zei, hij was al open. Ik zei, doe het raam maar open. Hij was al open. En anders had je niet gezegd, hij is open. Jawel. Nee. Jawel, als jij had gezegd, ik wil hem dicht, dan had ik gezegd, doe hem zelf dicht dan. Nee, we doen wel open. Maar okay, weet je wat het is? Als het dan echt koud is buiten, dan, nee, dan is het te koud. Ja, dat is fijn, man. Ja, ik vond in de iglo ook fijn. Ja, dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja. Nee, maar je raakt eraan gewend om met koudere temperatuur te slapen. Dat is echt zo. Ja, kijk, ik vind het ook niet fijn. Dat geef ik toe. Dat heb ik bij mijn ouders heel vaak gehad. Daar is het echt koud altijd, hè, boven. Zo, nou maar dat... Nee, maar luister, ik ga hem uitpraten. Okay. Dan word je soms 's nachts wakker. Is je neus gewoon helemaal bevroren. Klopt. En je neus kan je gewoon niet lekker zo erin. Als je koude voeten hebt, dan doe je gewoon even lekker in die deken. Maar klopt. Je neus koud is, dat is echt vervelend. Ja, klopt. Dat is inderdaad waar. Dus dat vind ik wel naar, maar dat is nu echt niet hoor. Ja, we gaan de rest van de maand januari wel met het raampje open slapen. Is goed. Nee, als jij een keer met het raam dicht wil slapen, dan doen we met het raam dicht. Nee, nee. Maar helemaal aan het begin van onze relatie liepen we altijd met het raam open. Je gezicht brandt een beetje, kan dat? Nee. Is dat zo? Ja. Ben je allergisch, denk ik. Morgen helemaal paars gezicht. Allemaal blaren zo. Zo, dat zou niet best zijn. Nou, wel leuke foto's. Zin om te slapen? Enorm veel zin om te slapen. Oké, okay, nou, wij gaan lekker slapen, dames en heren. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet het niet even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie morgen om 4 uur.
En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace!